De advocaat van de familie van Rishi was dat. Opmerkelijke zaak. Je volgt hem natuurlijk ook op onze website omroepwest.nl. En ja, cadeautjes stromen hier binnen dankzij Annie. Annie is wel een beetje de held van de dag. Je hebt nog wel een slingertje verdiend. Hè? Leuk, dankjewel. Want vanmorgen vroeg... Graag versierd. Ja, nou, bij deze. Vanmorgen vroeg werden wij gebeld door een vrouw. En zei, ik heb een tas cadeautjes, maar ik kan hem zelf niet komen brengen. Ja. Jij bent daarheen gereden. Dit is dus... Dit is de bewuste tas. Daar zit ook die bewuste rugkrabber in, waar ik net mee gekrabbeld ben. Waar is die? Hij was wel heel klein eigenlijk, dus dat moet even snuffelen. Oh ja. Oh, ja. De rug. Even voor de kijkers op TV West. Een echte originele Haagse rugkrabber. Ik zeg, ga je gang, Michiel. Nieuw gekocht? Ja, maar bij wie? Bij Arnie, want Arnie heeft het geregeld natuurlijk. Ja. En, maar vertel eens eventjes. Er ligt nog een hele berg. Er ligt nog een hele berg cadeautjes. Ja, er ligt nog een hele berg cadeautjes. Ik tas, hè? Even op het Statenplein. En ondertussen gaat hij ook heel trouw door met die ruggenkrabber. Zo lekker. Iedereen wil die ruggenkrabber straks ook. Ik was op het Statenplein en daar is een Haagse marktkoopman. Die zei van, kom even met me mee naar die bus. Nou, dit is het resultaat. Het is echt geweldig. Want hij zei van, ja, het zijn allemaal tweedehands dingen, maar je ziet het niet. Hè? Het zijn echt niet gebruikt. Het is uit als nieuw. Ja. De riemen zitten ertussen. Zeker, ja, mooie spullen. Dus, ja, dit is wel een echte kerstriem, hè? Echt iets voor jou. maar ik denk van, geweldig. Ik ben eigenlijk elke keer heel ontroerd. Mensen die ook niks hebben. Deze mevrouw die ik, waar ik net ging, iets ging ophalen, had zelf allemaal tweedehands spullen. Die zei, ik ga toch naar de Action. Ik ga toch even wat kopen. Nou, prachtig. Ja. Want ook marktkoopmannen hebben het lastig in deze tijd. Dus dit is eigenlijk een geweldig cadeau. Ja, hij zei van, ik moet er toch af. Dus... We gaan ze tellen en het straks verwerken op het scorebord. Topper ben je. Arnie, dankjewel. Mooi, hè? Het is 9:50. De Doobie Brothers.